Aan de buitenkant, Marijn Ververs, open driepunter. En die gaat in Leiden naar voorsprong 14-13. Nog een dikke minuut in het eerste kwart. Geblokt door Tatum Jones. Ook hier ziet het rustig, onrustig basketbal. Rebound voor Lucas Kruithof. Schaft eraan met de bekende fake. Daar. Die mag niet. Raakt de bal kwijt. Bal voor Luca Bos. En Luca Bos uit de stiel. Dunkt de bal ook nog. Dat is de Fransman. Bergwijk. Vondelt hem erin. In de post van het schat, maar het gaat ook nog op 9 seconden. Dat is een paasje. Moeilijk, maar lukt wel. Ja, en dat doet Groof toch makkelijk, hè? Beetje zo'n reverse lay-in. Dat zijn gewoon in Roemenië ook doen. Fysiek spel niet goed kan absorberen als er een dreun tegen gemaakt wordt of een harde fout. Ja. Dan heeft hij daar gewoon ontzettend veel moeite mee. En, een mooie end-one ondertussen met hem. De loopbaan naar de lopen trouwens. Die vorig jaar eigenlijk doorbrak in de B-Next League. Nummer 6 dus. En dat dit. Oeh, mooi. Ja, die bal die zag er goed uit toen die wegging. Redelijk dichtbij zitten we op 8 en Leiden, maar er is niemand op meer dan 6 punten. Want onze scorebalk, zoals je ziet, die loopt wat vlot ermee om zijn deur dat ook. En dan is het een beetje de lucht, die nou stiekem dat gaat kut. En dat Leiden een beetje gas kan geven, dus toen lekker 3 punten erin mikken. Goede teamaanval spelen, nu de gevasten naar de ring gegaan. En oh, mooi blockshot. Ik vind het bij de vierde kant gesteund worden. Een hele goede fase van het seizoen. Met heel veel assists en een mooie driepunter van Tatum Jones. Een teleurgestelde Vargas aan de zijkant. Dit hadden we toch niet afgesproken. Hou die man in de gaten. Hij moet in zijn bloed zitten. Oeh, heel snel geschoten van Brankovic. Raak geschoten in de face van Luc Brankovic. Pikjes aan het zetten. We zijn aan het wijzen. Dat is op de goede plek zetten. Charles de Vries van de Stukkruisje. Daar met de vrijde naar Brathwaite. Die wat er vlug is. Mooi ingelegd. Beheerst door. Knap gedaan. Nee, goed aan de Ververs plakken. Boink, boink, boink. In de post even draaien. Ja, goed gedaan. Mooi gedaan zeg. Rechtsom, linksom. En dan... Oeh, daar een beetje getelefoneerd die paas. Laat weten, stuur gepast. Dat is Jones. Een drietje denk ik. Of een 2 en 3 voor Ververs. It's a run. Half van de ring gekomen. Zeg knap afgemaakt tegen Kruithof. Toch niet de minste verdediger. Dat is Brankovic. Maar ook een aantal slordigheden. Het publiek zit ook totaal niet in de wedstrijd, dus stil en rustig. Jones zet zichzelf een beetje vast, maakt hem heel mooi af met een jump shot. En wel steeds grotendeels van deze wedstrijd met een voorsprongetje, maar het is kiele. Ja, Jones wel in de dubbele cijfers nu, met 10 punten. Zekerheid in de penalty, terwijl er een 3-punter overheen komt en dan een lead change. Effectief en efficiënt is. Kijk of hij dat ook weer kan rijden. In ieder geval deze ruimte voor een schot. Weer Tatum Jones. Die begint te. En een hoekje van de Schaftenaar. 20-25. Ja, drie puntjes gemist. Bal weer een balbezit. Ja, een watervlogge Brathwaite. De bandstanding reach.
Ja, Ververs weer terug in de ploeg van Jones. Jones had natuurlijk een behoorlijke score in. Weer Schaftenaar. Twee blokjes op rij. Goed voor zijn. Neem dat het shot, maar niet dat ene dribbeltje. En dan weer in de drukte weer een klein paasje geven. Waardoor het alleen maar voller en moeilijker wordt. En dit kan ook. En dit doen we kijken. Ja, hij schiet hem weer niet. 7 seconden, dan moet iemand anders het oplossen. En, Bos. Oh, die maakt hem. Vingers in de lucht voor Duco Bos. En doet het. Ik zal gewoon eerlijk zijn, dat doet gewoon goed. Ik wil iemand wel beweren van aanvallen doet hij zeker goed, maar verdedigend heeft hij van de moed. Dat is ook geen schande. Ja, een assist en een slam. Wow, die old man. Die old man can get up there. Oeh, on the slam. En dan kunnen we dan toch zien dat moeilijk de eerste helft uit de strijd komen. Als hij die er ook nog in legt, hij legt hem op de ring en dan daar is Schaftenaar die net dunkte, komt nu weer. Niva 11 punten aanvallend en verdedigend stond op 7 rebounds. Ben nog een minuut geleden, pas in ieder geval een aanvallende rebound erbij met die tip in. Schaftenaar zou kan blijven rebounden en gevaarlijk kan zijn onder de ring, dan heb je echt een asset. En wat heet, ja, dan stapt de verdediger ook zomaar weg. Die Schoyu volgens mij niet. Ja, die heeft een beetje Vogelaar. Niet op het als de Bilo ex is dat ze blijven ook niet gedaan. Dus dan houden we de achterover. En Bos gooit hem erin. Ja, altijd natuurlijk. Zolang je met 5 spelers op het veld komt, is het natuurlijk altijd kans. Ik kan natuurlijk gestolen, mag niet gebeuren hoor. En een dunk van de Tuli. Hoe dan ook. En goed gekraakt door zowel van Brees samen met Kruitel. 8 punten verschil. Dat moet in principe over de streep getrokken kunnen worden. Ja, leiden wel op scherp qua teamfouten. Oh, blok van Brees. Rejected. Tegen Gos. Lekker. Dat is wel misschien een beetje de beslissing. De tijd gekost natuurlijk. Oh, mooi zeg. Hey, die komt hoog. Legt hem over Alex Groves heen. En dan 6 puntjes verschil. Snel schieten, jongen. Schiet iets. Ga dan, dan heb je rebound misschien. Maar niet zo veel dribbelen. Dan ben goed bij de ring gekomen. Goed ingericht. Ja, kost even tijd. Maar shuggle. En live ook praten met een aantal hoofdrolspelers. Dus blijf ook vooral bij ons. Moet u echt gaan. Meld u dan alsjeblieft weer.